zit dus vanaf mijn 13 in de rolstoel. En dat heeft met mijn handicap gemaakt waar ik ben geboren, met de open rug. Elke dag rijdt Danny met zijn handbike van Hardingsveld naar zijn werk in Gorinchem. Een dagelijkse rit van zo'n 25 kilometer. En of dat niet genoeg is, doet hij nu ook nog mee aan de Europa Run. Ik vind het zelf gewoon echt een uitdaging voor mezelf. En om te kijken of dat het lukt, is het haalbaar. En het is ook gewoon leuk om met vrienden het te doen eigenlijk. En het komt eigenlijk allemaal wel goed. Zo zie ik het. Probeer het gewoon. En je hebt altijd wel hulp en het komt wel goed. Ja. Ik ben wel erg blij dat ik mee mag. Ja. En het is ook natuurlijk een leuke uitdaging. Je ziet nog eens wat hier, vanuit Duitsland en dan helemaal naar Nederland toe. Het is daar natuurlijk ook 50 kilometer rijden en dan even rust en dan weer die 50. En dan met mijn training ben ik ook ongeveer zoiets van plan. Dan wil ik denk ik 40 kilometer rijden, dan even een paar uurtjes rust en dan weer 40 kilometer rijden. En dat gewoon eventjes een paar weken achter elkaar even proberen. En dan zo hoop ik de conditie op te bouwen. En je zegt het alsof het niks is. Ja. Ja, nou ja, nu is het nog makkelijk, maar straks als je het echt moet doen is het natuurlijk een stuk zwaarder. Op Rijnmond.nl lees je meer over de Europa Run avonturen van Danny.